Hoi en welkom bij Beauty Gloss. Vandaag heb ik voor jullie weer eens een shoplog. En dit keer een van mijn favoriete type shoplogs. Namelijk een tweedehandse kledingshoplog van United Wardrobe. Deze video is gesponsord door United Wardrobe. En I love United Wardrobe. Misschien hebben jullie al eerder van mijn video daarover gezien. Je kan dus oude spullen verkopen via United Wardrobe. Kleding, schoenen, tassen, alles wat fashion is, dat kan je erop zetten. Je maakt gewoon een foto via de app, je zet het erop en mensen die bestellen het. En ook als klant, want ik verkoop wel eens wat, maar ik, ja, meestal koop ik dingen, is het ook gewoon, ik doe dingetjes in mijn mandje. Dat is dan voor verschillende mensen. En vervolgens als ik klaar ben, betaal ik voor iedereen in één klap. Bam. En dan krijg ik die pakketjes binnen. Hele leuke manier om wat bij te verdienen aan wat oude juweeltjes uit je kast. En vandaag heb ik weer een shoplog. En ook een winactie voor jullie. Want ik mag echt een heerlijk groot shopbedrag jullie weggeven. €750. Kijk aan het eind van de video wat je moet doen om dat te winnen. Maar eerst de shoplog. Zijn jullie klaar voor? Ik ga je laten zien wat ik heb besteld. Ik vind tweedehands kleding en schoenen en tassen. Ik vind dat echt fantastisch. Ik haal daar zelfs soms iets meer plezier uit dan de items die ik nieuw koop. Om de een of andere reden zijn dingen die ik tweedehands koop, vaak dingen die ik ook echt het langst draag. Ik weet niet waar dat aan ligt, omdat ik dan net even dat juweeltje heb gevonden of zo. Ook als ik mijn eigen dingen terugzie. Bijvoorbeeld, ik heb die Armani schoenen van iemand overgekocht via United Wardrobe. Die draag ik nog steeds op rooilopers, op feestjes, alles. Terwijl, kan je nagaan, dit waren de schoenen die iemand anders nooit meer droeg. En ik draag ze nu gewoon. En ik heb ze best wel voor een koopje kunnen scoren. Dus dat is heel erg nice. En zo ook met andere dingen. Ik heb bijvoorbeeld een grijs shirtje die ik echt tot in den treuren draag. En die heb ik dus van iemand overgekocht. En het kostte echt niks en ik ben er zo blij mee. Het zit gewoon zo lekker. Ja, zo gaat dat. Ik vind het hartstikke leuk en laten we beginnen met de shoplog. Oké, ik ga beginnen met iets. Sommige dingen heb ik al half geopend om te checken of het klopt, of het binnen is. En ja, dit is echt... Ik ga jullie ook zeggen hoeveel ik ervan betaald heb. Ik heb een Gucci sjaal van iemand overgekocht. Ik vind echt, met designerspullen vooral, als je het nooit draagt, verkoop het gewoon door. Er zijn genoeg mensen die er gewoon een goede prijs voor willen betalen. Ik heb ook mijn Louis Vuitton portemonneetje, die ik best wel lang heb gebruikt, heb ik gewoon op United Wardrobe verkocht. Ik heb wat Michael Kors tassen erop gegooid. En ik krijg echt van iedereen ook leuke berichtjes van, oh, ik ben er zo blij mee, ik draag hem heel vaak. En denk ik echt, ja, weet je, mooi. Maar goed, deze Gucci sjaal. Grijs met roze. Ik vind hem mooi. De verkoopster zei dat ze maar twee keer gedragen had. Laten we even heel kritisch kijken. Ik zie geen vlekjes of zo. Ik weet niet of die echt maar twee keer gedragen is. Oh, er zit hier een gaatje. Er is hier iets. Nou ja, boeien. Oké, dit is gefixt. Er is hier een gaatje en die is gefixt. Oké, ik gok dat die wel vaker dan twee keer is gedragen. Ik zal even gelijk zeggen hoeveel ik ervoor heb betaald. Oké, zij had hem gekocht voor 180 en ik heb er nu 80 voor betaald. Ik vind het niet verkeerd voor een Gucci sjaal. Hij voelt super zacht. Super nice. Ik ga hem nog even in de was doen, maar ja, ik kan hem alvast even laten zien. Kijk, dit is hoe hij eruit ziet. Oh ja, ja, hij heeft dan twee kanten, hè? Dus grijs en dan roze. I like it. Ja, het is super nice eigenlijk. Hij is mooier dan ik had verwacht in het echt. Ik twijfel nog, want ik dacht grijs met roze, ja, het is mooi. Maar met wat voor jas draag je dat? Maar eigenlijk kan dit met zwart prima. Of met wat dan ook, met grijs. I like it a lot. Het is best wel een groot ding. Dan heb ik dit pakje gekocht van iemand. Ik heb het nog niet aangehad. Ik heb zo meteen aan shots voor jullie. Deze van de H&M. En dit is zo'n leuk zomers pakje. Ik vind pakjes heel lastig, want ja, het zit vaak gewoon niet echt goed bij me. Dus dat ik er eentje nu cheap heb weten te scoren, dat vind ik alleen maar top. Want ja, stel hij past niet goed, je kan het altijd terugsturen. Je kan ook een bericht sturen van het is aangekomen, ik wil hem niet houden. Of je verkoopt hem door. We gaan zo meteen aanshots doen. Dan heb ik voor €25 deze Adidas trui weten te scoren. En die ziet er zo ontzettend comfy uit. Het is lichtroze. En dan met wit Adidas logo. En hij is lang. En ik hou heel erg van lange truien. Daar kan ik echt heel blij van worden. Zeker in de winter. En voor wat frissere dagen vind ik dit echt helemaal top. Oeh, het is heel zacht. Ik denk dat hij niet zo vaak is gedragen. Of hij is gewoon echt een extreem goede conditie. Want hij voelt gewoon alsof hij... Nou, kijk, maar meestal zie je het wel aan het kraagje. Ik denk dat hij best wel... Ja. Hé, hey, ik vind het een goede... Goedkoopie voor 25. Dan iets waar ik... super excited over ben. Namelijk deze Nike's. Nou, zoals je misschien weet, mijn man is een beetje een sneakerfreak. Nee, niet een beetje. Hij is gewoon een behoorlijke sneakerfreak. Ja, op zijn kanaal, Man Cave, maakt hij ook wat video's over sneakers en zo.
En ik vond sneakers altijd wel interessant, maar ik ben niet zo doorgedraaid fan als dat hij is. Ik begin het wel steeds interessanter te vinden. En ik had dus deze Nike's al in de winkel een keer gezien. Maar zoals altijd gaat het weer niet goed met maten. Ik vind wat allemaal. Nou, ik heb dus 8,5, oftewel 42 Europees maat. Hebben ze vaak niet. Of ik moet mannenschoenen hebben. Of, nou ja. Maar ik heb ze gevonden. De schoenen. Met de originele bon erbij. Oh my gosh. Ik vind ze zo vet. Kijk nou. Zo vet. De exacte naam van deze schoenen. De Air Force Ones. En dan 2007 QS. Ik ben dus niet een expert op dit gebied. Het enige wat ik weet, ik vind deze heel vet. Ik vond deze al heel vet. En nu ben ik ze dus tegengekomen. Helemaal gloedje nieuw. Ja, super tof. Dit is echt mijn ding. Dit zijn echt schoenen voor mij. En ik heb dus Air Force Ones in 42 en dat is exact mijn maat. Dus dat scheelt. Ik weet precies welke maat ik heb. Ik weet dat ik deze pas. Gloednieuw, ongedragen, helemaal blij mee. Ik heb er overigens €150 voor betaald. Ze waren nieuw €120, maar dat is dus het ding met sneakers. Ongedragen, ze gaan soms in waarde omhoog. Maar ik vind dit nog best een goede deal, €150. Ik was al bang van, nou, op een gegeven moment zijn ze €250, laat maar. Maar ja, ik heb ze voor €150 gevonden in mijn maat. Dan heb ik nog een paar schoenen. Ik ben heel benieuwd of deze gaan passen. Het zijn zwarte laarsjes. En volgens mij zijn deze wel echt gedragen door iemand. Die andere, ik denk dat die sneakers zijn wel echt... Ze zijn trouwens van een jongen geweest. Maar ik denk dat hij ze echt voor een resale heeft gekocht. Dat is dus dat je... geld verdiend door schoenen te bewaren die op een gegeven moment meer waard zijn. Hey, ik vind het helemaal best, weet je, hustle your way around, want ik wilde die schoenen en ik heb ze en als iemand daar wat op kan verdienen, I'm all good. Oké, deze zwarte laarsjes, wel echt gedragen zie ik, I don't care, in maat 42. Ik ben dus echt al oneindig lang op zoek naar zwarte laarsjes die er een beetje cute uitzien. Ik heb zwarte Timberlands, maar die vind ik soms nog een beetje te grof. Dus ik ben heel benieuwd naar deze. Echt heel benieuwd. Ik vind ze heel cute. Ze zijn van, even kijken hoor. Van Sasha geloof ik. Ja, ze zijn van Sasha. En ze zien er goed uit. Ik denk dat ze het niet vaak heeft gedragen. Had leer te zien. Leer zie je nog wel eens. Ik weet eigenlijk niet of het echt leer is. Lijkt er wel. Nou, je ziet in ieder geval hier nog wel eens dat er dan een soort van deuken en zo in zitten. Maar dat valt op zich wel mee. Dus ik denk, het is wel een beetje gedragen. Maar het ziet er niet achterlijk vintage uit, zeg maar. Dat je echt denkt van, oké, that's nasty. Maar goed. Deze heb ik trouwens voor €50 gekocht. Oh, en ik ga nu aangeven, ik heb het ontvangen. En dan pas krijgt diegene ook geld. Ik heb dus ook iets wat ik nog niet binnen heb. Orders onderweg. Ja, ik ga niet aangeven dat ik het al binnen heb, want dan krijgt zij geld. Voor hetzelfde geld heeft ze niet op de post gedaan. Goed, mijn laatste pakje. Ja, dit is, oh ja, dit is van één verkoopster. Die heeft zoveel vette dingen, dus ik heb 3 dingen bij haar besteld. Oké. Oh, dit is leuk. Oh, het kaartje hangt nog aan. Ik denk dat dit niet tweedehands is. Ik denk dat zij dit misschien... geeft zijn winkel of zo. Of hij. I don't know. Dit jurkje. Super cute. Dat is trouwens ook een tip. Wat ik dus heel vaak doe is... als ik iets leuks bij iemand vind... dan ga ik gelijk naar het profiel van diegene. En dan ga ik alles uitpluizen. Want dan denk ik... oké, als ik dit leuk vind... dan zou je wel meer dingen hebben. Je ziet ook echt dat sommigen gewoon een bepaald stijltje hebben. Wat de hele tijd terugkomt. Dat vind ik leuk. Dit jurkje. Cute. En dit pakje. Dit is een experimenteel pakje. Want hier heb je een soort van semi dat je een beetje je buik ziet. Maar ik vond hem wel heel erg leuk. Ja. Ja, we gaan ze allemaal zo even voor de spiegel passen. Alright, voordat we naar de passhots gaan. De winactie. Je kan €750 shoptegoed winnen bij United Wardrobe. Wat moet je daarvoor doen? Als eerste download de app. Ik wil sowieso eerst dat je überhaupt wel de app hebt en dat je het leuk vindt. Want eerlijk, ik vind het meer zeg maar een ervaring om erop te shoppen. En als het niet je ding is, moet je ook niet meedoen aan de winactie. Ik vind dat iemand moet winnen die ook echt oprecht, net als ik, zo fan is van het scrollen door de kleding en allemaal dingen in een mandje doen. En denk, oh. En ja, dus weet je, download de app en als je het leuk vindt, doe dan mee als je denkt, this is my thing. Oké, je hebt hem gedownload. Vervolgens wil ik dat je onder deze video achterlaat waar jij naar zoekt als jij tweedehands... kleding koopt of schoenen of tassen. Wat is jouw favoriete onderdeel qua tweedehands shopping? Bij mij was het heel lang tassen. Ik vond dat wel echt. Ik dacht, oh, designer tassen. Weet je, dan was ik altijd op zoek naar kleine dingetjes en zo. Maar inmiddels ben ik een beetje geschikt naar schoenen.
Sterker nog, er komt nog een paar binnen. Ja, die is dan net even te laat voor deze video. Ik moet toch even jullie laten zien. Deze Nike Air Max Gundam 98's. En ik heb ze dus voor 120 euro weten te scoren. Die persoon heeft ze weer van een reseller gekocht. En deze schoenen zijn echt de bom. En Gregor die zei echt, je bent gek als je niet doet. Wederom weer in mijn maat. Dus lucky me, ik heb ze gevonden in mijn maat. Maar dit zijn dus zeg maar speciale sneakers. En ik heb ze dus gevonden op United Wardrobe. En dat vind ik, dat geeft me dan echt een kick. Denk ik echt, oh my god. Maar ik ga dus ook door fases. Ik vind bijvoorbeeld sieraden ook heel erg leuk. En jurkjes, sowieso. Nou, dat merk je al. Eigenlijk wat je hier ziet. Oh, en accessoires, zoals sjalen en zo. Dat is echt, omdat het vaak toch één maat is. Weet je wel, dan denk ik, ik koop een Gucci sjaal. Maar ik weet dat ik hem pas, want het is one size. Weet je, het is niet een topje van Gucci waarvan je nog zoiets kan hebben van oh, hij is te klein, dan heb je iets heel duurs gekocht. Ja, dus dat is hetgeen wat ik het leukst vind. Laat even bij de comments achter wat jij het leukst vindt om te zoeken als je op zoektocht gaat naar juweeltjes tweedehands. Waar zoek jij naar? De leukste reactie die wint de cadeaubon van 750 euro. En dan kan je heel veel van shoppen, kan ik je zeggen. Want ja, weet je, iedereen biedt zijn dingetjes lekker goedkoop aan. Of je koopt een paar wat luxere dingen. Of je koopt een paar kleine dingetjes erbij. Je koopt alles van 750 euro. Is echt veel geld voor het shoppen. Goed, doe je mee? Download de app. Laat de comment hieronder achter. En ik ga een winnaar kiezen. Ik ga commenten en reageren op iemand. En dan ga ik vragen of je je Instagram naam wil achterlaten. Dat is heel belangrijk. Dat is de enige manier hoe het werkt. Dat ik goed in contact met je kan komen zonder dat er een faker komt. Dus hou de comments goed in de gaten. En op naar de aanshot. Oké, we beginnen met het pakje. Die zit eigenlijk best wel heel erg goed. Ik heb altijd issues met waar die taille dus valt. Ik vind hem eigenlijk wel cute. It's nice. En dan hebben we hier de schoentjes. En die zitten als gegoten. Die zitten echt... Het is gewoon precies mijn maat. Eigenlijk echt precies wat ik zocht. Ik ben er eigenlijk echt heel erg blij mee. Nice. Ja, nee, heel serieus. Ik ben hier echt blij mee. Ik zou dit zelf zo aan kunnen met elkaar. Het pakje met de schoenen zo. Ik wil die Nike's aan doen. Kijk hoe vet. Dit is dus voor Easter. Kijk nou. Zo cool. Oh jongens, de schoenen. Zo vet. Adidas trui. Ook leuk. Zit aan de strakke kant bij mijn buik. Maar volgens mij is dat ook wel een beetje... Het is een soort van jurk. Het is meer een jurk dan een trui. It's cute. Ik zou hem dragen. Dit super schattige roze panterjurkje. I like it. Oeh, deze vind ik heel leuk. Dit is echt een mooi jurkje. Zo. Super pretty. Ja, I like it a lot. Hij past echt precies. Zit als gegoten. En tot slot dit jurkje. Ik vind dit een heftig jurkje. Heeft echt heftige inkijk. Maar ik heb hem ook zonder BH aan, want anders kan het even niet. En hier is dus een gaatje bij buik. Maar eerlijk voor dit is echt een clubbing jurkje. Dit is meer een uitgaansding. Met mega inkijk. Maar ik vind hem wel cute. Het is echt ja, meer feesten, zeg maar. Ja, I like it. Alright, dat was mijn United Wardrobe shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het heel erg leuk om dit allemaal te bestellen. En ja, om leuke nieuwe dingetjes te zoeken. Ik kan soms gewoon avondenlang op die app zitten. En dan gewoon zoeken. Oh, leuk. Oh, en een hartje geven en zo. En ik krijg er een bijzonder gekke kick van. Ja, dit is heel leuk. Maar als ik zie dat er zeg maar heel veel mensen gereageerd hebben. Zoals bijvoorbeeld met die Nike's. Zie ik allemaal reacties met ja en dit en dat. En mogen ze iets gekopen of kan dit of heb je dit. En dat ik dan zie dat mensen soort van aan het... Want je kan dus reageren ook. Zie ik mensen soort van battelen en dan denk ik... Poppenstaan. Van mij. Hihi. Denk ik, ja, dan moet je maar niet zo lang kletsen. Wil je maar gaan bestellen. Maar goed, that's me. Oké, goed. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken en succes met de winactie. Doeg!